Dit is Flevoland van zondag 7 februari. Het was een dag van harde wind en sneeuw. Het KNMI had code rood afgegeven. Rijkswaterstaat riep op om niet de weg op te gaan. De snelweg was redelijk begaanbaar, maar binnen de bebouwde kom liepen sommige verkeersdeelnemers vast. De streekbussen reden nog, maar de stadsbussen en de treinen niet. Op station Lelystad was het rustig, op enkele reizigers na die verdwaasd rondkeken. Het heeft natuurlijk gesneeuwd, het hele land is ontregeld. Het is een beetje hetzelfde als in de herfst. Wanneer de blaadjes op het spoor vallen, dan is het ook dat de treinen stil liggen. Ja, en op het moment dat het dan zoals vannacht heeft gesneeuwd, dan is het niet anders, neem ik aan. En wat nu? Lopen? Lopen, ja. Ja, de fiets is natuurlijk ook geen optie. En waar gaat de weg nu naartoe? De weg gaat nu gewoon in het centrum hier wat foto's maken. Maar er waren ook reizigers die nog wat verder weg moesten met de trein. Oh, waar moet je naartoe? Groningen. Oeh, dat is balen. Dat is wel een stukje weg, ja. Ik moet wachten op de bus hier. Voorlopig kunnen geen treinen rijden vanwege het extreme winterweer. Ja, het is lastig, maar ja, het is de situatie. Als er zoveel sneeuw valt, kan je niet anders denken dat ze aan de rails moeten gaan werken en het schoon te krijgen. Ja. Dus moeten we even geduld hebben. Waar moet je naartoe? Ik moet naar Almere. Het is gelukkig niet zo ver. Ga je lopen dan? Nee, ik denk dat ik toch de auto ga pakken. En die risico nemen op de snelweg. Starten op de boot, ik kan niet weten, misschien later of niet. Maar geen terrein hier, ik moet hier slapen. Wat vindt u ervan? Dan is het moeilijk heel koud. Heel koud en veel sneeuw. Dan heb ik gehoord dat mijn vriend zegt dat morgen ook is heel sneeuw dan. Als ik kan niet nu rijden, dan morgen heb ik een probleem. En sommige mensen kwamen schuilen op het station omdat het buiten zo koud is. Koud, hè? Ja, het is best wel koud. Hey, dacht, ik ga lekker met de trein vandaag, maar... Nee, dat niet. Ik wil lekker even chillen met vrienden vandaag. En dacht, je komt hier op het station, hier is het... Ja, ik wil even eerst een checkje draaien. Ben weer buiten. Maar het winterweer zorgde ook voor veel sneeuwpret. Zoals hier in Almere, waar de kinderen de besneeuwde heuvels goed wisten te vinden. 3, 2, 1. En ook in Emmeloord werd genoten op de slee. Ja, mevrouw, is het niet veel te koud om met de kinderen naar buiten te gaan nu? Nee, ik vind het juist wel leuk. Wij zijn daar dik op aangekleed. En we hadden echt zoiets van, we gaan lekker naar buiten. Dat is juist voor de kinderen lekker een keer wat anders even. We kunnen dat al niet zoveel, dus we hadden zoiets van, we gaan gewoon lekker in de sneeuw. Zaten ze erop te wachten om naar buiten te gaan? Ja. Waren ze extra vroeg wakker? Ja. Wat heb je moeten doen om het toch nog een beetje warm te houden met elkaar? Nou, we waren daar gewoon echt op voorbereid. We hadden van tevoren snowboots gekocht en van die sneeuwbroeken en zo. En goed aangekleed, daar mijn ondergoed erbij. En toen zijn we lekker naar buiten gegaan. Dus ja, ze vinden het geweldig. En houden ze het een beetje vol vanavond vroeg in bed en dan helemaal kapot? Ja, dat denk ik wel. Ja, ze willen nog sneeuwpop maken en we zouden nog marshmallows roosteren boven een vuurtje. Dus we kijken wel. Zo, hé, dit is lekker? Ja. Zo, wilde je daar wel je bed voor uitkomen zo vroeg? Ja. Waarom? Omdat het leuk is om in de sneeuw te spelen. Wat is er zo leuk aan dan? Dat je lekker kan sleeën, sneeuwballengevechten, sneeuwpoppen maken. Ja, maar dat gaat niet zo. Volgens mij is het niet zo plak sneeuw, toch? Nee, maar je kan nog wel lol hebben. Ja, want je hebt veel lol deze ochtend? Ja. Dan kom jij graag vroeg je bed voor uit? Ja. Hoe vaak ga je nog? 100 keer. Nou, succes. Ook onze weerman Robert de Vries is in zijn nopjes met het extreem koude winterweer. Een uitzonderlijke dag vandaag in de provincie. Een heuse sneeuwjacht. We hebben op sommige plaatsen zelfs sneeuwduinen van ruim een halve meter. Dat in combinatie met die stevige oostenwind. Gevoelstemperaturen tussen de min 10 en min 15 graden. En deze dag is de start van een koude golf. Want de hele week is het hartstikke koud in de provincie. En gaat het 's nachts uiteindelijk zo'n 10 tot 15 graden vriezen. Ja, dat komt niet zo vaak voor.